Zo, frisse tocht op het water achter de rug. Ik heb trek in een lekker warm kopje thee met heel veel lekkers. Ik krijg namelijk een high tea op echt een unieke locatie. Als er iets lekker en gezellig is in de winter, dan is het wel een weldadige high tea in een trendy locatie. Vooral voor de dames natuurlijk. Villa Westend aan de rand van Haarlem is zo'n plekje waar je even in een ander winters wereldje belandt. Gelegen aan de Westbroekplas heeft de villa regelmatig BN'ers op bezoek. Zo is Birgit Lewis hier bijvoorbeeld getrouwd. Oh ja, die high tea, daar willen we natuurlijk alles over weten, Odette. Zo, hier het eerste item van de high tea. Pomodori-soepje met huisgemaakte pesto. Dankjewel. Hoe zit het eigenlijk met de samenstelling van een high tea? Is dat ieder seizoen hetzelfde? Met een high tea passen we het wel een beetje naar het seizoen aan. Maar onze diner- en lunchkaart die wordt echt helemaal op het seizoen aangepast. En dit lekkere soepje? Die wisselt wel met het seizoen. Oh goed, en huisgemaakt. Zeker weten. Oh, lekker. Ziet er goed uit, dankjewel. Okay. Geniet ervan. Het begint al goed. De high tea komt oorspronkelijk uit Engeland. Want chique dames vonden het veel te lang duren tussen lunch en diner. En daarom aan het eind van de middag lieten ze zich allemaal heerlijke lekkernijen serveren. Met natuurlijk heel veel potten thee. Dat ziet er goed uit. Het onderdeel van de high tea. Op de onderste verdieping wat marsepeinrolletjes en brownies. Hier wat zoete sandwiches en vanillemuffins. En bovenop nog wat koekjes en bonbons. Heerlijk! Ik hoop dat je het op kunt. Ja, ik ook. Is dit nu een verzameling van alles wat er bij jullie op de dessertkaart staat? Voor een groot deel wel. We hebben nog veel meer andere lekkernijen, zoals onze beroemde huisgemaakte appeltaart. Die zit hier niet bij. Die kom ik dan een keertje eten na die nieuwjaarsduik, toch? Typerend voor een high tea is natuurlijk de etagère. Die gebruikten ze vroeger ook al. Daardoor kon je het eten prima stapelen en simpelweg betekenen dat dan kan er extra veel op de tafel.